Goeiedag allemaal. Het is vandaag maandag 11 februari 2013 en hier in het zuiden is het volop carnaval. Maar er zijn nog andere dingen in de wereld van belang, gelukkig. Als je onze kranten opslaat, hier de lokale kranten, dan kunnen die, als je niet van carnaval houdt, kunnen die eigenlijk vice versa zo de prullenbak in gooien, want het is van voor naar achter verhalen over optochten en carnavalsvierders, net alsof iedereen daar al mee zal doen, en dat is natuurlijk niet zo. Maar wat er van belang is in een andere krant die we zagen, dat is de Daily Nation uit Kenia, die we nog geregeld onder ogen krijgen, en binnenkort is daar verkiezing. En een van de presidentkandidaten, Raila Odinga, die waarschijnlijk, die hoopt dat hij president gaat worden, die heeft een pagina grote advertentie geplaatst in de krant en waarin die belooft dat iedereen in Kenia betaalbaar voedsel zal krijgen als hij aan de macht komt. Nou, dat is natuurlijk een buitengewoon belangrijke statement in zo'n land. Dat iedereen betaalbaar voedsel zal krijgen, want het voedsel is natuurlijk daar duur, hè, voor de mensen die weinig verdienen, en sommigen verdienen helemaal niks, want die hebben geen werk. En hij zegt er een ander belangrijk punt bij, en dat is natuurlijk in feite voor ons boeren in het algemeen een mooie opsteker. Dat betaalbaar voedsel, zegt hij, dat moet er komen door de boeren in Kenia te steunen. En ze waar nodig subsidies te geven en waar nodig te helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijven. Nou, dat is nog eens mooie praat van een toekomstige president. En het tekent tegelijkertijd natuurlijk ook de toestand in zo'n land. Want ja, betaalbaar voedsel voor iedereen. Zie je zo'n slogan hier in Nederland al gebruikt worden door bijvoorbeeld Rutte of Samsons of wie dan ook van de politieke partijen? Wel nee, want dat is hier helemaal niet meer aan de orde. We hebben hier allemaal volop eten en we hebben helemaal niks te klagen wat dat betreft. En betaalbaar voedsel, er is voor iedereen genoeg betaalbaar voedsel. Dat hebben we onlangs nog weer maar eens gezien. We waren een paar dagen, we zijn net terug, want we zijn eigenlijk een beetje laat met ons pratje. We waren een aantal dagen in Den Haag, de residentie, de stad waar het politieke hart klopt van ons land. Maar goed, we hebben geen ene politicus gezien, want het was weekend en nou, dan zijn ze over het algemeen ook allemaal een klein beetje thuis. Maar wat we wel gezien hebben in Den Haag, de weelde en de welvaart die er heerst als je zo bijvoorbeeld weer maar eens in zo'n supermarkt komt, hè, waar van alles en nog wat te koop is tegen zulke betaalbare prijzen, dat je ja, eigenlijk een beetje zou moeten schamen, of juist van de toren zou moeten roepen van vreugde, wat er allemaal mogelijk is met dat salaris dat de meeste mensen verdienen, voor zover ze nog werk hebben, maar als ze een uitkering hebben dan nog, dan zullen misschien de andere dingen in hun leven veel geld kunnen kosten, dat zou kunnen. De mobiele telefoon, of de televisie, of de auto, of de vakantie. Maar het eten, dat is betaalbaar. Dat is betaalbaar voor iedereen. En wie zegt dat dat niet zo is, ja, die liegt en die lult uit zijn nek. Want dat is helemaal niet zo. Hè? Eten, dat is betaalbaar. Kijk, voor sommige mensen natuurlijk niet. We moesten een beetje, ja, toch eigenlijk wie we getroffen. We waren in dat supermarktje om wat boodschappen te doen. En Albert Heijn, zonder meer, mocht wel gezeten worden. Mooi in Albert Heijn, want in Den Haag hadden er een heleboel natuurlijk. Stond voor ons een man, en het was nog vroeg op zondagochtend. En de winkel ging om 10 uur open en daar stond zo'n man voor me. Een morsige man, ja, die je nou niet direct, laten we zo maar zeggen, onmiddellijk uit zou nodig. Een morsige man, een zwerver was het eigenlijk, denk ik. En hij had een kopje koffie, een bekertje koffie, dat had hij bij Albert Heijn ingeschonken. Dat kost niks, dat kunnen ze dat doen, dat is gratis. En hij had ook een blikje bier, 1 blikje bier had hij. En dan ging hij mee naar de kassa. En de jongen achter aan de kassa, die vertrok geen spier, want hij kent hem denk ik wel. De zwerver had ook nog een bonnetje van ingeleverde flessen. Die had hij denk ik ergens opgescharreld of gekregen. Dus hij ontving, zag ik op de monitor, 4 euro... zoveel. En hij kocht 1 blikje bier. Hij kocht geen eten, hij kocht 1 blikje bier. En dat was, ja, ik weet niet meer hoeveel, ik geloof van iets van 80 centen of zo. En dan zegt die jongen achter de kassa ook nog heel onverstoorbaar. Meneer, zegt hij, dat is zo'n mechanisme. Wilt u misschien nog een bonnetje? Nee, zegt die man, nee. En hij schaar naar buiten, zijn kop, zijn bekertje koffie nog in zijn handen en zijn blikje bier erbij. En toen wij een paar minuten later natuurlijk ook naar buiten gingen bij onze boodschappen, zagen we hem staan in een steegje en zat hij te lurken aan zijn biertje. Kijk, zo'n man,
dat is een zwerver. Dat is nou helemaal een mens, ja, die kiest ervoor of die is gedwongen om zo te leven. Betaalbaar voedsel voor hem, ja, dat weet ik niet of hij er zo'n behoefte aan heeft aan betaalbaar voedsel. Dat zal misschien wel niet. Maar goed, dat was toch wel interessant om te zien. En wat we nog meer zagen aan betaalbaar voedsel en aan rijkdom aan eten was op de Haagse markt. Als je ooit nog eens in Den Haag komt, dan moet je eens naar de markt gaan in Den Haag. Dat is een prachtig beeld wat je daar te zien krijgt van de bevolking, en vooral de buitenlandse bevolking, of de bevolking van buitenlandse afkomst in Den Haag, die daar allemaal naartoe gaan. Maar het merendeel wat op die markt te zien is eigenlijk, ja, kleren en rommel en al dat soort goedkope spul wat je op veel markten ziet. De verloedering een klein beetje van de markten, zou je kunnen zeggen. Maar ga er dan helemaal zo'n beetje naar de achterkant. Daar is een enorme hoeveelheid ruimte ingedeeld voor vis en groente en fruit en aardappelen. Nou, dat is een feest. Laten we ons tot de vis, even over de vis. Ja, kramen vol met vis en van allerlei soorten vis. En van allerlei soorten prijzen, betaalbaar voedsel voor vrijwel iedereen. Want ik zie daar allerlei soorten mensen er eten kopen. En dan iets verderop, de groenten en de fruit. Prachtige kwaliteit. Je zou het op een markt misschien niet zo verwachten. Maar op de Haagse markt is dat zeer zeker het geval. Dus ja, wat klagen wij? Betaalbaar voedsel voor iedereen in Nederland, dat is gewoon een gegeven en een feit. En daar moeten we blij mee zijn. En dan moeten wij als boeren natuurlijk ook proberen uit te dragen, als boeren en tuinders, dat we daarvoor zorg hebben gedragen dat er dat is en dat iedereen daarover kan beschikken. Kijk, en als er zo'n politicus in Kenia, die misschien president wordt, nu natuurlijk belooft dat er voor iedereen gratis, of niet gratis, dat zit hij niet, betaalbaar voedsel zal zijn, ja, dan kunnen wij je toch afvragen hoe zal hij dat gaan regelen. Want over het algemeen betaalbaar voedsel, dan heeft hij natuurlijk niet voor tegen de boeren, want die hebben sowieso hun eigen voedsel. Hè? Dat spreekt vanzelf. Maar dan heeft hij het over de stadsbevolking. En de stadsbevolking, die moet natuurlijk ten allen tijde tevreden worden gehouden. En daar hebben we alles meer gezegd. En dan kunnen wij het toch afvragen, ja, in hoeverre zal hij dan de balans vinden tussen een eerlijke prijs voor de boeren, hè? Want daar gaat het dan toch om, want die moeten het toch blijven produceren, en een betaalbare prijs voor het voedsel van de stedeling. Ja. Nou, we zijn benieuwd hoe hij dat zal gaan ontwikkelen, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, en dan hebben we hier in Nederland natuurlijk onze eigen Sharon Dijksma, dat is de nieuwe staatssecretaris, en we moeten toch altijd een klein beetje met een enige achterdocht kijken naar dat goed pratend mens. Want kijk, ze praat heel mooi en ze wordt ook door de landbouwpers wordt ze eigenlijk de nemel ingeprezen. Ik moet daar toch altijd met een klein beetje achterdocht naar kijken. Want ik denk, ja, wie staat daar nou eigenlijk te praten? Is dat Sharon Dijksma zelf? Of zijn dat de stemmen van de ambtenaren die dat allemaal hebben ingefluisterd? Want je kunt vertellen, ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je hebt altijd mensen die zijn buitengewoon, laten we zeggen, ontwikkeld. Die overal verstand van hebben. Maar je kunt mij toch niet vertellen dat Sharon Dijksma na zo'n korte periode natuurlijk alles al van die landbouw zou weten. Dus wat zij zegt, dat zegt zij wel met haar eigen mond. Maar dat is al ingefluisterd natuurlijk aan beide kanten door het ambtenarenkorps dat daar zit. En dat is natuurlijk logisch, want dat gebeurt eigenlijk met iedere minister. Maar we moeten oppassen, want zij prijst de boeren ook uitzonderlijk. Zozeer zelfs dat je bijna achterdocht zou kunnen krijgen dat zo'n PvdA-politicus dergelijke dingen zegt. Want ja, je moet toch oppassen dat de PvdA-vos die de passie preekt, dat daar straks nog wel eens een keer op zou kunnen breken. Want ja, we moeten natuurlijk, woorden zijn woorden, maar het gaat natuurlijk er straks om dat er daden komen. En in dat opzicht moeten we, geven we de voordeel van de twijfel natuurlijk, spreek vanzelf. En in Brabant, om nog maar even daarop terug te komen, om de belangen en de belangen van de boeren en de voedselproductie nog even, zijn ze na lang beraad eruit gekomen. Ze zaten in Sint-Michielsgestel bij elkaar in een soort conclave. Milieuorganisaties, natuurorganisaties en de ZLTO. Ja, wat gaan we nou doen met de boeren die dicht tegen het natuurgebied aan zitten en toch eigenlijk, ja, uit willen breiden om hun bedrijf gaande te houden? Nou, na lang beraad is er dan een akkoord. In uitzonderingsgevallen mogen bepaalde bedrijven de bouwblok vergroten, groter maken dan 1,5 hectare, om uit te breiden en nieuwe stallen te kunnen bouwen en meer vee te kunnen houden.
Voor wat door wat. Dan moeten ze ook beloven dat ze al het meest moderne, het modernste snufjes die er zijn, gebruiken om ammoniakemissie te reduceren. Nou, we zijn eruit gekomen. Het heeft wat moeite gekost, het heeft pijn gekost en lang niet iedereen is erover tevreden. Maar ja, er is een soort compromis bereikt waardoor dat die boeren vooruit kunnen. En wat doen die boeren? Zijn die nou bezig met de voedselproductie? En hebben die nou het gevoel dat ze daarmee de arme snoepers van de wereld en de hongerigen helpen en voeden? Of ja, zijn die mannen en vrouwen eigenlijk alleen maar bezig om te kijken hoe ze het jaar rond kunnen komen en een boterham kunnen verdienen? En het verder een zorg zal zijn wat er met die producten gebeurt en of daar nou armen en behoeftigen mee gevoed worden. Een vraag? Ja, dat is echt betaalbaar voedsel voor iedereen. Dat is toch nog eens waar nou, waar wij als boeren en tuinders onszelf toch ook eens een keer goed moeten onderzoeken of we daar nou dagelijks mee bezig zijn of dat we eigenlijk voor het merendeel bezig zijn met onze eigen portemonnee. En dat is natuurlijk geen schande, want dat doet iedereen. Maar het is wel eens aardig, naar aanleiding van zo'n uitspraak van zo'n minister, dat hij zichzelf zo probeert te verkopen in de politieke strijd. Want 4 maart, dan is het zover, dan zijn de verkiezingen in Kenia daar. En dan is ja, de vraag maar of hij taalt. En wat kun je nou het beste doen dan de arme massa beloven, ja, dat er betaalbaar voedsel zal zijn. Kijk, hier in Bergen op Zoom, daar is carnaval en daar hebben ze een motto, dat is leut, brood en speulen. Ja, leut, brood en speulen. En dat hoeft niet alleen met de carnaval te zijn, want dat kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. En in Kenia heeft nou die minister gezegd, nou laten we nou eerst eens beginnen met brood. En dan gaan we misschien leut maken en dan misschien nog een keer speulen. Maar het zal daar eerst wel om brood gaan. Mannen en vrouwen, zo zeggen, oudoe. En ja, tot volgende week.